Welkom op de eerste Video Art Attack van Paractief. Deze locatie is de Campo Victoria Site. We hebben hier voor jullie 7 speciale locaties ingenomen. De eerste locatie is ook de kleinste. We beginnen in het toilet. In het toilet presenteren wij een kleine mash-up, een kleine mix van Tic Tac met Paul McCartney. Waarbij dat wij een soort van interlude presenteren tussen het fragile, het kinderlijke, het speelse en de frivoliteit van Paul McCartney, die met zijn vulgaire tonen de grootschaligheid van onze volledige maatschappij probeert aan te tonen, maar op een vuile manier, een voyeuristische manier. Het kapitalisme dat onderuit gehaald wordt en dan Tic Tac dat klein en speels is. Als we doorgaan naar de tweede locatie, hebben wij de inkom van de grote zaal. We zien Peter van der Es. Peter van der Es maakt post-apocalyptische landschappen die bijna schilderkundig zijn. Hij knipt personages uit, zoals een schilderpersonage zou schilderen op doek. Hij knipt die uit Hollywoodfilms en met die spanningsboog van Hollywood narration maakt hij kleine bewegende frames die glitchen. Maar er zit intern ook een spanning, er gebeurt van alles. Zijn werk is bijna Edward Hopper.
Hij doet iets zeer eenvoudig. Hij knipt het hoofd van een gewone Hollywoodster uit. In dit geval is het Bruce Willis. Bruce Willis speelt John McClane, Die Hard. John McClane, nooit toont hij enige emotie. Hij streeft naar het oplossen van zijn probleem, namelijk geen totale verwoesting van de mensen. Wat doet die Bruce? Die Bruce kijkt weg en hij pinkt bijna een traan weg. En dat is de manipulatie van Peter van der Es, die een Bruce, die een John McClane die uitgeknipt is, blokkeert. Hij laat het lichaam schokken en het schokkende lichaam toont een fragiliteit. Het volledige macho-kader rond John McClane valt weg. En John McClane zelf wordt fragiel, wordt bijna autistisch, wordt gehandicapt. Hij pinkt een traan weg, wordt emotioneel en zijn lichaam draait. En draait zodanig onnatuurlijk weg dat het lijkt alsof zijn hoofd er afgeschroefd zal worden. We zien een decontextualisering van de inhoud van het personage dat Bruce Willis speelt. En dat is het. Vorm en inhoud in één beeld. Dan gaan we door. In de grote ruimte hebben we Belching. Hallo, ik ben Christian van der Heijden. Ik ben de regisseur van Belching. Belching is een experimenteel videokunstwerk. Het is eigenlijk een live speelfilm in één shot, waarbij dat alles is geïmproviseerd. Dus zowel het camerawerk is geïmproviseerd als wat dat de acteurs doen. De set wordt ook volledig omgedraaid telkens als we spelen. En het is... Het blijft een experiment, dus wij weten eigenlijk nooit wat wij gaan doen. Ik sta hier nu in de prop room, waar alle kleren hangen. Het kan zijn dat we soms dit aandoen, of misschien doen we een keertje dit aan. We weten nooit wat we gaan uitkiezen als kostuums. We verstoppen ook de kostuums altijd op de set. En dan verzinnen wij personages en dan beginnen wij met elkaar te spelen. En we proberen soms wel een beetje de narrativiteit te volgen, omdat we vinden dat... De kijker, als hij naar een voorstelling komt zien, altijd wel verwacht dat er een soort verhaal is. Maar soms vallen wij daar ook uit en doen we iets compleet anders. De set verandert ook voortdurend. Dus we bouwen telkens opnieuw een volledig nieuwe omgeving. Soms gebruiken we elementen die we verstoppen, waar we dan iets mee spelen. Maar als we dan een nieuwe voorstelling maken, dan gebruiken we die elementen niet meer opnieuw. Omdat we het altijd fris willen houden. Dus het kan zijn dat wij iets verzinnen dat zich afspeelt in een bureau of in een jungle of in een futuristische omgeving. En het kan zijn dat we daar allerlei soorten kostuums voor gebruiken. Het kan ook zijn dat we gewoon een fles champagne opentrekken. En wat ik vooral... leuk vind, is dat het volledig onverwacht is. Ik weet nooit wat ik ga bijbrengen bij de voorstelling. Mijn tegenspeler Frank Merks kan mij soms ook wel eens verrassen met nieuwe dingen. En dan moeten wij aan elkaar aanpassen. Het is volledig geïmproviseerd, maar dat wil niet zeggen dat wij dat het sport improv is. Of dat wij regels hebben die bij improvisatie worden gebruikt. Wij gebruiken die regels eigenlijk niet. Maar we zijn ons daar wel een beetje van bewust. Dus de kijker die komt eigenlijk binnen en die kijkt naar een cinemavoorstelling op een groot scherm. Een beetje zoals in het cinema, in het theater.
Maar op het scherm speelt de video zich af, maar we spelen eigenlijk live achter het scherm. En soms komen we ook door het scherm door en interageren we een beetje met het publiek. En dan verdwijnen we terug achter de coulissen. Het is een experiment. En het zal altijd een experiment blijven. We gebruiken de dvd's, we nemen altijd alles op. En we hebben nu ondertussen al een 20-tal voorstellingen gespeeld. Maar ik weet niet wat het de toekomst zal brengen. Ik verwacht dat we wel ooit ook iets gaan doen met die dvd's. Ze misschien uitbrengen of misschien indienen als een echte film. Maar voorlopig zijn we nog volop bezig eigenlijk als een soort onderzoek. Hallo, ik ben de cameraman van Belching. Dat is een radicale improvisatie performance on film. Dus het publiek krijgt live een theaterstuk te zien via het beeldscherm. En ik ben de cameraman, dus ik beslis eigenlijk wat dat het publiek te zien krijgt van die performance. En in dat opzicht is dat een redelijk goddelijk perspectief dat ik kan hanteren. Waardoor dat ik eigenlijk heel interessante beslissingen kan nemen of op een manier het stuk kan anders gaan interpreteren of in beeld zetten, waardoor dat anders gelezen wordt. Net zoals dat in de film constant gebeurt door close-ups of vogelperspectief of kikvorspeksperspectief. Hetzelfde pas ik dus toe in Belching, maar live geïmproviseerd ook. Dus ik loop rond met de camera, ik volg de twee acteurs. Maar soms als het mij niet aanstaat of als ik denk dat ik iets anders moet gaan doen of iets anders volgen, dan laat ik hun los en dan ga ik op mijn eentje op pad in de set. En dan kan ik ook dingetjes gaan veranderen of bewegen voor de camera. Of ook spelen met hoe kan ik eigenlijk monteren in de camera zonder effectief met een blackout te werken. Door weg te bewegen of iets te passeren. En zo proberen we eigenlijk een verhaal te vertellen op een filmische manier. Dus sommige personages gaan weg, komen later terug. Je hebt bepaalde setdelen die dan ook terugkomen, die het huis zijn van iemand en zo. Dus dan moeten we eigenlijk allemaal in het begin, wordt dat vastgelegd door improvisatie. En dan is de bedoeling dat we dat vol uur eigenlijk alles ook intern recorden, zodat we daar later naar kunnen terugkomen en kunnen teruggrijpen naar momenten die we al hebben gehad. En dat is een geweldige uitdaging natuurlijk. En eigenlijk heel dat spel van verschillende onvoorspelbare factoren zorgt ervoor dat dat ofwel heel rommelig kan worden, maar als iedereen goed op elkaar is ingespeeld, dat je dingen gaat doen die je nooit niet zo had kunnen plannen. En daarom doen we het eigenlijk. Het is echt een utopisch project in die zin dat we blijven proberen om dat ideale stuk te benaderen. Terwijl dat we eigenlijk weten dat er zoveel factoren zijn die mis kunnen gaan of anders kunnen gaan dan dat we willen. Dat het echt een utopie is, maar dat blijven ernaar reiken, dat is eigenlijk het interessante. En hopelijk, dat is eigenlijk de vibe dat we ook bij het publiek willen overbrengen. Zo. Dat dat echte leven ook is. Er is niks gepland, vooropgesteld. En ja, zo kom je bij onverwachte dingen terecht. I wanted to apologize about yesterday.
very tired. It's okay. It's okay. Are you sure? Well, actually, I'm sure, yeah. Because I'm glad that this happened right now, you know? Well, you know, yeah, yes, it's fair. It happened now. You know, this happened 5 years ago. It would have been a much bigger issue. But, family amazes me sometimes. Fucking jackets all the time. I want to wear t-shirts. Look at this. Mama, really? I just want to wear a normal t-shirt and some swimming pants or something. You know the thing about loneliness, it's... Loneliness is so difficult when you're... When you're alone. It's not that I want to be like selfish. It's not that I want special things from special people, but you know, as a captain, I control a ship and all that kind of shit. I have a lot of responsibilities. As my private quarters. It's not only about me, you know? It's also about individuals out there. It's about giving things. It's about... Thank you.
myself. I just take it apart and then I want to put it back together, but it gets really complicated. Oh, yeah, come in. Hey. Oh, bottle of wine. Champagne, actually. How was your trip? My trip was really bad, actually. No, it was really good.